Welkom bij onze laatavondshow, beste kijkers. Vandaag gaan we het hebben over het gezin van Paemel. Dit is een gezin, nogal niet zoveel anders dan andere gezinnen, buiten dat er enkele homozonen in de familie zich bevinden. Daar gaan we er nu aan beginnen. Welkom, dames en heren, bij het gezin van Paemel. I've got the looks, the drive to go wild. I've got the mood, that really move on. I said chill, up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. Dat kan dat toch niet, hè, jong? Nee. Maar Edouard, wat is er toch gebeurd? Ik had net een film aan het zien, maar jij zit zo te klagen, hè? Ja, maar er is op volk geschoten. Op volk? Wie? Wanneer? Hoe? Ja, de gendarmen. En zijn er doei? Er zijn meer dan 20 doei, waaronder enkele wijven en wat kinderen. De flikken worden teruggeroepen en die van de derde klas die worden waarschijnlijk opgeroepen. Godverdomme, dat is de klas van ons kameel. Ja, als soepleftuurlijk kan dat wel eens goed zijn dat die worden opgeroepen. Als de bazen niet toegeven aan ons, ja, dan gebeuren zo'n dingen, hè. We zijn kotsbeu om voor niets te moeten werken. Maar het waard, zeg toch. Zeg toch van vader te. Oh. En je weet hoe hij is. Och, moes, wacht. Zelf ga je mij aan die kip eten. Dan is er zo in de gazette dat je onvergeknopt hebt. Ja, ik heb geen goedzie op dat in die gazette lezen, ze doen. Oh, natuurlijk niet. Jij kunt niet lezen, jongen. Och, jongen. Och, laat me mee rust. Ik weet wat ik aan het doen ben. Tot, zeg je, waarom zitten we gewoon hier zo te roepen en te vieren? Ja, maar dat is het eigenlijk nog. Ja, we zijn niet te roepen, hè. Die dingen heeft in de gazette gelezen dat er politie of de mensen... Ik ken op waar, zit u weer op mij of wat? Ja. Ongelooflijk, altijd hier, hè. En waarom schieten die klootzakken niet op de mensen? Allee. Dat moet jij hebben. Omdat dat goddeloze zit, jullie plicht niet willen doen, hè. Zo klootzakken, godverdomme. Allee, is dat nu reden om de mensen te beginnen schieten, of waar? Wat is dat weer dan? Ah, op zich. Maar kort doe ik het toch, mijn schatje. Je weet toch dat dat opeloos is om met die people daarover te spreken. Je weet toch dat dat niet anders kan. Maar je zou in plaats van meer op de meeste schieten, hè, is beter eens wat meer betalen. Die arme sloemers, hè, come on. Dus dat heb ik al de hele tijd onze gezinnen, hè. Celestino is even naar het toilet gegaan om zichzelf een beetje te masturberen. Toen kwam moeder Paemel terug bij het gezelschap. Allee, hoe zit dat hier? Is tijd bijna klaar? Ik val echt om van... Ja, schat, de pizza al is in de oven. Maar moeten weten wat er nu is gebeurd? De salpetter is geweest en die had een brief bij voor onze kat. Mio, ze roepen hem binnen. Voor wat? Wat? Ik heb ook niet binnen geroepen. Wat is dat je nou weer voor iets? Oh, amai, zeg. Allee, wat mij is hier. Ja, kom aan. Natuurlijk, je moeder. Schiemoeder. Waarom ik wil het niet meer waarlijk, dan is dat toch normaal dat we appelen schieten. Het enige wat ik gewoon van mij nog krijgt voor het eten, hè, dat is boomschers. Zeg, vader, stop nou eens met dat gezeik, want dat is gewoon te erg. En jij moet je bekken zouden, jongen. Bemoei dat wij met mijn eigen zaak. Pa, het is godverdomme verschrikkelijk om op eigen werk mensen te schieten. Alsjeblieft, Edouard, alsjeblieft. Waarlijk mensen, noem je gewoon aan naam. Waarlijk mensen. En binnen Jeannette, dat zijn de rollen. Dat zijn rollen. Vader, wat zou jij doen als je familie niet meer kon onderhouden? En dat je eigen vrouw de straat zou moeten doen, omdat je niet meer rond zou komen? Wat ik zou doen? Ik zou werken gelukkig als een paard. Zie je de Celestino? Dat is pas een waar ik mees. Weet je wat ik ga zeggen? Een luiaard. Ikke! Een luiaard! Mie! Ja, een vuile luiaard. Dat zit ik aan. Celestino ging even naar de keuken om iets te eten te halen. Toen kwam Camille terug van het toilet. Hij heeft daar iets moeten opwijzen dat Celestino had achtergelaten. Nu gaan we terug naar de actie. Ik ben straat van de nog. Ik zit hier weg. En daarin gaat toch niet weg als het probleem. En op dat ik weg van. En op dat ik weg van. Hé, hey, wat moest jij dan het waren nu verwijten, hè? Allee, je moest beschermd zijn. Jij moet dat we smoel houden, Cordula. Niemand aan mij heeft commandeerd. Niemand. Camille, schiet niet op de werk, man. Want je zou ook werken, broer, nog schieten. Zeker. Camille zal zijn plicht wel doen. Hij zal wel doen wat hij zijn baas zee had moeten doen. Ha, wat zou hij zijn eigen broer moeten doodschieten, hè? Ik zou weg. Nee, moeder, laat me gaan. Camille, ik zal op de eerste rij staan bij de stakers.
Schiet boven de mensen in hof. Schiet niet op uw eigen broer. Ik zal het doen, ik zal het doen. Allee, moeder. Je hebt spelletje niet aan gedaan, kun je niet gewoon eten. Bon, kom. Maar jongen... Dat kan niet. Dat kan niet, hè. Allee, jongen. Dat kan haar toch niet, hè, jong? Eduard, wat is er gebeurd? Zeg dat toch? Ik was net een film aan het zien. Ja, moe! Ze hebben op volk geschoten, hè? Op school? Nee, op school, jongen. Dat kan haar toch niet, hè? Kan haar toch niet, hè? Maar Eduard, jongen, wat is er gebeurd? Zit niet zo te klagen dan, hè? Ja, moe! Ze hebben op volk geschoten, hè? Geschoten wie, waar, wanneer, hoe? Ja, de gendarmen, hè? God. Allee, mensen zijn eens kalm. Hij voelt nog niet aan uw middel, niet aan uw reden om de mensen te beginnen schieten, of wat? Maar kort doe ik hem een schattelijke poging. Moeder, hij wel tegen dat gewoon van mij kreeg dit als boomschurs. Verdeten. Van een ijzergieter kunnen beginnen waar ik me aan smaak. Oh god, alsjeblieft, Edward, ga toch niet weg. Nee, dat is niet nu, hè. Oh, wow. Deze... twee. Nee. Volg, je weet dat geen waarheid, man. Je hebt het mij nooit geleerd. Van een... Ijzergieter kunnen geen waarheid, mama. Alsjeblieft, zwijg toch, Edward. Maar ik heb zelf ook geen verstand van de waarheid. Als jij mij verwijt dat ik hier al eten kom te gooien, hè? En wel, dan sterf ik nog liever van de honger. Ik zit hier weg. Edward, zit er geen. Ik zit weg. Moeder, laat mij gaan. Camille, ik zal op de eerste rij staan bij de stakers. Schiet boven de mensen hun hoofd. Tot doen. Celestino kwam terug van het bezoek. Nee, wacht, dat komt van die. Goeienavond, schatje. Een boer in stiel? Okay. Ik van een boer in stiel geen verstand heb omdat je het mij nooit hebt geleerd. Vanaf je broer. Ik ben een ijzergieter ook. Patrick, jij weet wat jij moet zeggen, hè? Ja, moet dat erbij? Ja, antwoord ik ook. Patrick, jij weet wat jij moet zeggen, hè? Patrick! Van een ijzergieter kun je geen stielman maken of zoiets. Nee, ja. Kun je al veel met die boek zien? Ken het? Nee, hè? Dit is zo'n beetje, dit is zo van zo'n open en... Aaaaaah! Zo, helemaal op tijd.